Hallo, welkom. Ik ben Sabrina en ik heb deze keer een beautybox van Clarins. En dat is natuurlijk geen standaard beautybox of zo, maar één keer in de zoveel tijd dan doen ze dat. En hij was al een tijdje geleden online en toen was hij dus binnen een dag uitverkocht, dus toen was ik te laat. Nu hebben ze hem aangevuld en het heet de Diamond Box. Ik weet niet waarom dat zo is, maar het is een soort van ja, zomer beautybox. Hij kost €129,95 en de waarde is uit mijn hoofd €226. Maar wat ik altijd doe bij Clarins, kan je gewoon een account aanmaken en dan krijg je echt op alles, op een hele website, 10% korting. Dus ik heb hem dus toen voor €116 nog wat kunnen kopen. En daarbij krijg je echt mega veel minis en keuze samples en zo. Dus ik heb nu een soort van setje nog kunnen samenstellen met allemaal dingetjes. Die zal ik ook laten zien. En je kan er 3 sampletjes bij kiezen. Nou, dat laat ik allemaal zien als ik de box heb laten zien. De box zelf is trouwens ook best wel een keepertje, vind ik. Het is echt wel een toffe box om te gebruiken. Hier een kleine sneak peek. En zoals je ziet zitten er best een paar grote producten in. Maar niet alles is full size. Dus er zitten full sizes in, er zitten sample sizes in, travel sizes in. Dus van alles en nog wat. Laten we beginnen met wat er bovenop ligt. Dit is een strandtas. En er staat dat dit van Clarins The Garden Collection is. En het is een Greek Garden wat je ziet. Dit is hem. Het is echt een best wel grote strandtas. En hij is echt super zomers. En dit is er wel eentje die ik veel ga gebruiken. Alvast een heads up. Dit is niet de enige strandtas die erin zit. Bij dat pakketje dat je nog extra kon samenstellen zat automatisch ook nog een strandtas. Dus er zitten 2 strandtassen in. Nu heb je een ietsje betere sneak peek van wat er allemaal nog komen gaat. Ik ga het gewoon van groot naar klein doen. Dus het volgende echt enorme product is van Clarins Haircare, waarvan ik helemaal niet wist dat ze überhaupt haircare hadden. En dit is de Nourishing Fortifying Hair Mask with Shea Butter and Argan Oil. Het is echt een hele dikke tube, 200 ml, dus hier doe je best wel een tijdje mee. Je moet hem 5 tot 10 minuutjes laten zitten, dus eigenlijk is het gewoon een beetje het standaard maskertjes verhaal. Hij is echt mega dik. Kijk, ik probeer het er een beetje uit te drukken, maar het is echt heel dik spul. En het ruikt echt onwijs lekker. Het ruikt een beetje, ja, een beetje cremig. En je ruikt die arganolie best wel goed. En dat vind ik altijd zo'n heel lekker geurtje. Een beetje zo'n Moroccan oil geur idee. Het tweede product dat in de box zit is de Aftersun. Dit is de Soothing Aftersun Balm Enriched with Antioxidants Prolongs Your Tan. En hij is voor zowel je gezicht als voor je lichaam. Moet je natuurlijk wel eerst een kleurtje krijgen. Dat is bij mij niet zo makkelijk. Ik had op de een of andere manier een beetje een gel verwacht. Maar het is echt een crème. Kijk, je ziet hem hier zitten. En het is gewoon echt een hele dikke vette crème. Hij ruikt wel naar zo'n typische aftersun. Wat ik wel lekker vind, want het ruikt een beetje vakantieachtig. Dan hebben we een flinke tube van de Exfoliating Body Scrub. For smooth skin with bamboo powders, softens, smooths en firms. Dit is 100 ml. Ik heb deze eerder gebruikt, maar dan een minietje. En dit is best wel prima spul, maar het is voor de rest niet heel, ja, heel bijzonder. Ik vind bodyscrubjes altijd een beetje allemaal hetzelfde. En dat is bij deze geen uitzondering. Dus als je nou net een nieuwe bodyscrub gaat kopen, zou ik eerlijk gezegd niet eentje van Clarins kopen. Omdat ze gewoon super duur zijn. En niet per se heel veel anders of beter dan andere bodyscrubjes. Maar het is wel gewoon een lekkere bodyscrub. Dan hebben we een gezichtsmaskertje. Dit is de SOS Hydra Refreshing Hydration Mask with Leaf of Life Extract. En dit is 75 ml. Je verwacht het niet bij de verpakking, maar dit is dus echt een knalblauwe tube. En er staat op de verpakking dat je hem echt maar 10 minuutjes op moet. Dus dat is best wel kort. En hij is heel erg goed voor hydratatie. En het is blijkbaar een soort van gelmasker. Dus hij zal ook wel iets verkoelends hebben. Dan zit er een Hydrating Toning Lotion in with aloe vera en saffron flower extracts for normal to dry skin. En er staat dat het een microbioot complex is. En dit is 100 ml, dus dit is, nou ja, ik denk een luxe travel size. En dan hebben we een Eye Contour Gel for puffiness and dark circles. En dit is een full size. Het is 20 ml en het lijkt niet heel groot of heel veel, maar dit is echt een prima formaat voor een ooggelletje. Meestal is het 15 ml, dus het is nog meer ook. En er staat op dat er ginkgo biloba in zit en chamomile. En dat is zeg maar tegen de donkere kringen. En er zit ook cafeïne in voor puffiness, dus zeg maar de gezwollen oogleden. En het volgende product is de Intensive Moisture Quenching Biface Serum. Dit is 15 ml. Bij deze had ik dat ook niet verwacht. Dit is weer een super blauwe verpakking. En het lijkt, ja, het lijkt bijna een beetje een parfumflesje of zo.
Er staat bij, this incredibly lightweight and comfortable bi-face serum quenches thirsty skin that feels tight, lacks radiance and appears prematurely lined. Shake well before use, apply before your regular skincare. Oh, dit had ik niet verwacht. Het komt echt blauw ook uit het flesje. Heel licht blauw. Ik weet niet of je dat goed ziet, want hij is super waterig. Dus hij is meteen helemaal uitgelopen. Maar het rare is dat hij ook iets olieachtigs heeft. Hij is dus niet heel waterig. Er zitten nog twee producten in de box, maar dan zijn we nog niet klaar. Want dan hebben we echt nog een heleboel goodies die ik erbij kon kiezen. Dit is echt super schattig. Wij hebben van Clarins de Lip Comfort Oil Duo. En er staat Enhances en Nourishes. En hier zitten dus twee van die Lip Comfort Oils in. Kijk, dit zijn ze. En ze zijn echt super schattig. En ze zijn ook echt heel erg prettig in gebruik. Ik heb ze beide eerder gebruikt. En je krijgt er niet heel veel kleur van die rode. Maar het is ja, echt zo'n heel subtiel kleurtje. Het blijft trouwens niet super lang zitten. Het is wel echt ja, een olietje dat er natuurlijk gewoon snel afgaat als je gaat drinken of als je gaat eten of zo. Daarna moet je het gewoon wel weer echt opdoen. Maar het is wel echt heel prettig op je lippen. Dan zijn we bij het laatste product uit de box. En dit is er eentje waar ik echt mega nieuwsgierig naar was. Het heet Eau Dynamisante. En er staat Vitality, Freshness en Firmness. Ik heb deze dus opgezocht omdat ik gewoon niet goed snapte wat het nou deed. Want er stond een hele omschrijving bij over dat het een soort van olie is voor je lichaam. En dat het gewoon heel erg lekker ruikt. Maar heel veel mensen gebruiken het blijkbaar als parfum. En hij heeft echt super goede reviews, maar echt heel erg goed. En niet alleen maar op de Clarins website, maar ook bijvoorbeeld op Douglas zag ik goede reviews staan. En echt op andere sites ook. En hij bestaat dus blijkbaar al super lang. Mensen die dit echt al jaar in jaar uit gebruiken en echt dikke flessen van 200 milliliter kopen en zo. En ja, ik was hier dus gewoon super nieuwsgierig naar. En ik heb het al een beetje geroken, want ik kon het niet laten, want ik heb er nog een minietje in. En hij ruikt dus een soort van unisex. En hij is heel erg kruidig. En er stond dus ook in de omschrijving dat het een soort van combinatie is tussen aromatherapie en fytotherapie. En fytotherapie is volgens mij kruidengeneeskunde. En ja, het ruikt ook echt wel lekker, maar je moet er wel van houden. Het is een beetje apart. Nou ja, en ik zal het nog heel eventjes een beetje zo op mijn pols doen. Het is inderdaad een beetje olieachtig. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Het is best wel apart en ik vind de geur lekker. Ik zou dit ook zeker gebruiken. Maar het is heel verfrissend en een beetje verkwikkend. Het is vooral iets dat denk ik in de ochtend lekker is. Maar het ruikt inderdaad echt heel erg kruidig. Dat was de box. En nu gaan we verder met wat er allemaal nog meer in zit. Omdat dit flesje zulke goede reviews had, dacht ik, oké, dan neem ik nog een keertje deze. Want blijkbaar is het zo geweldig. En ja, ik ben er op zich ook wel blij mee dat ik er twee heb genomen. Zoals ik al eerder zei, zitten er twee tassen in. En dit is de tweede tas. En hij heet iets van Globetrotter of zo, geloof ik. Hij is echt vele malen kleiner dan de vorige. Maar dit is ook wel echt een schattige ja, soort van mini strandtas of boodschappentas. Naast die twee tassen zit er ook nog een ja, soort van tinnen doosje in. Hij is echt best wel schattig. Het is alleen een beetje raar, want het lijkt wel alsof er iets in had moeten zitten dat er niet in zit. Ze hadden dit er best wel dan eventjes uit kunnen halen. Maar het doosje zelf vind ik echt helemaal top. Dit is toch echt super bruikbaar. Dan zit er een Moisture Rich Body Lotion in met Shea Butter voor dry skin. En dit is een 100 ml, dus dit is echt een best wel flinke tube. Dan zit er de Total Eye Lift Lift Replenishing Eye Concentrate in. En dit is 7 ml, dus dat is ook nog best wel een redelijk formaat. Ik zal hem nog heel eventjes eruit halen. Kijk, het is best wel een goede verpakking nog. Die ook best wel een tijdje mee zal gaan. Dan zit er een Cleansing Micellar Water in with Alpine Golden Gentian en Lemon Balm Extract. Ik krijg het bijna mijn mond niet uit. Dit is trouwens 50 ml, dus echt gewoon een handige travel size. Dan hebben we een water lip stain in de kleur 3. En even kijken, ja dat is gewoon red water staat er. En er staat transfer proof en long wearing. Ik vind lip stains zelf dus best wel tof en ik hou er wel van. En het blijft inderdaad gewoon echt mega lang zitten. En je moet er wel echt mee uitkijken dat je het niet op je handen krijgt, want ook daar blijft het gewoon super lang zitten. Maar ja, je hoort er eigenlijk nooit heel veel van of over. En ik weet, ja, volgens mij gebruikt ook bijna niemand het, maar ik vind het dus best wel fijn. Ik heb dus ook deze al van Clarins liggen en die gebruik ik dus ook best wel regelmatig. Want het heeft ook wel een redelijk, als je het een heel klein beetje doet, heeft het echt een heel erg natuurlijk, net ietsje rozer dan je eigen lippen resultaat. En daar hou ik wel van. Laatst had alleen mijn zoontje hem te pakken gekregen en die had dus echt over zijn hele handen en op zijn gezicht had hij echt gewoon een rode roze streep en dat zat er gewoon echt bijna de hele dag.
Dan hebben we de Hand & Nail Treatment Cream. Softens hands, targets age spots en straightens nails. Als laatste heb ik nog twee zonproducten. Dit is er eentje voor het lichaam. Dit is met SPF 50. En dit is de Suncare Gel to Oil. Als laatste heb ik een zonneproduct voor het gezicht. Dit is met SPF 30. En er staat Dry Touch Suncare Cream. Dat was het allemaal. Nou, er zit dus echt mega veel in. Kijk, ik zal heel eventjes een beetje naar de zijkant gaan. En dan kan je het wat beter zien. Want er zitten dus twee tassen in. En dus dat tinnen dingetje. En dus superveel producten. En dat voor, nou ja, wat was het? €116, geloof ik, heb ik uitgegeven. Dus, maar dat doen ze dus heel vaak. Ze hebben heel vaak goede acties met extra gratis producten. En ik vind dit een hele mooie box. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.